Frans Paulus, onderzoeker op Klingendaal, China-specialist. Wij werken ook heel graag met hem samen. En na deze 4 minuten zult u ook weten waarom. No pressure. Dankjewel, Lili. Ja, ik ben China-onderzoeker, dus toen ik die opmerking vandaag hoorde van de Britse ambassadeur, dat het geen obsessie moet worden, toen dacht ik, waar heeft hij het over? Het is toch heerlijk? Hoe meer aandacht voor China, hoe beter. Dus ik zie dat probleem helemaal niet. Ik denk dat er nog veel meer aandacht bij kan voor China. Wat is wat betreft de investeringen, de link met de China-strategie? De China-strategie die draagt bij, en dat is dus, vind ik, heel belangrijk, die draagt bij aan dat wij ons nu aan het positioneren zijn, eindelijk, in Nederland, om een overzicht te creëren van wat zijn nou die Chinese investeringen en wat voor instrumenten hebben we eigenlijk in huis om daarmee om te gaan. Dus dat begint nu allemaal bij elkaar te komen, dat plaatje begint te ontstaan. Maar dan komt dus de volgende vraag van, ja en dan? Als je dan op een gegeven moment weet wat die investeringen zijn, welke sectoren, hoeveel procent hierin, hoeveel procent daarin, waar gaat het naartoe? We hebben overzicht, maar wat dan? Wat ga je dan doen? En dan denk ik, en dat vond ik heel leuk, de allereerste vraag die werd gesteld aan de Kamerleden, dat was de vraag van, hoe maak je dan die keuzes? Wat voor mechanismen ga je dan gebruiken? En ik denk dat we nu, en dat is heel goed, nu in de positie zijn gekomen waarin we dat inderdaad moeten gaan doen en kunnen gaan doen. Dus als het gaat over investeringen, ja, moet je dan zeggen van, nou, bepaalde sectoren wel, bepaalde sectoren niet. Voor een deel is dat makkelijk. Je kunt zeggen van, nou, er zijn een aantal bedrijven die zijn zo vitaal belangrijk, of een aantal sectoren, die mogen niet in buitenlandse handen vallen. Prima, oké, haal je die eruit. Maar dan blijft nog heel veel over verder. Komen daar investeringen in, buitenlandse investeringen, Chinese investeringen, zeggenschap, aandelenkapitaal, 5%, 10%, 20%. Ja, wat dan? Hoe ga je daarmee om? En wat in het geval van China heel bijzonder is, en dat geldt dus niet zomaar voor alle buitenlandse investeerders, dat is, je moet je voorstellen dat die Chinese investeerders, dat die uiteindelijk één groot aandeelhouder hebben. Ja, direct, als het staatsbedrijven zijn, of een niet een groot aandeelhouder, maar een partij op de achtergrond, dus de communistische partij bedoel ik dan in China, die grote invloed heeft op die bedrijven en dus uiteindelijk op die investeringen. Dus je hebt in feite misschien een heleboel kleine investeringen in allerlei verschillende sectoren, maar die uiteindelijk wel gerelateerd zijn aan de invloed die de communistische partij uitoefent. Nou, hoe ga je daarmee om? En dan denk ik aan een van de dingen die ook in de China-strategie staan genoemd. Daar staat ergens, in het begin wordt geconstateerd van, nou, China heeft een ander model dan wij en dat gaat niet veranderen. Dus wij, dat wil zeggen, wij gaan ons model niet veranderen. China gaat ook niet veranderen, heeft een ander model. Dus de implicatie is dat we op een of andere manier moeten gaan samenleven met twee verschillende modellen binnen één wereld. Want ja, alles is tegenwoordig met elkaar verbonden en dat merk je ook heel duidelijk door al die investeringen die heen en weer gaan en die ook hier naartoe komen. Dan moeten dus ongemakkelijke keuzes worden gemaakt, maar dat kun je niet zomaar doen. En ik denk dat dan een stap die nu gemaakt gaat moeten worden is dat er nagedacht gaat worden over... Hoe doe je dat dan? Hoe zien we dat in Nederland voor ons, dat er twee verschillende modellen in één wereld zijn? Ons eigen model, en waarvan we het liefst zouden willen dat gewoon het model was voor de hele wereld. En dan een ander model waar we ons niet helemaal in kunnen vinden, maar dat is een realiteit en dat accepteren we nu blijkbaar, dat dat ook zo zal blijven. Hoe gaan we dat doen? Wat is onze visie daarop? Wat is haalbaar? Wat denken we dat uiteindelijk haalbaar is? Want dat is cruciaal. Ik denk, als er op een gegeven moment een consensus ontstaat, een gedeeld beeld in Nederland van, oké, er zijn een aantal dingen die kunnen gewoon niet anders. Die zullen we moeten accepteren in het samenleven met dat andere model. Dan heb je de basis om die ongemakkelijke keuzes te gaan maken. En dan kunnen we dat weer terugherleiden naar de vraag van, oké, ja, wat doe je daarmee met die investeringen? Ja. Nou ja, dus, en dan kunnen de keuzes over, dan kun je dus gaan bepalen van zoveel procent wel en zoveel sectoren wel en dat niet.